Ja, ik ben de afgelopen dag ben ik een beetje heen en weer gegooid. Zeg maar tussen behoorlijk treurig en heel erg trots. Ja, het ging dus tussen treurig en trots, zo op en neer. En die treurigheid, die zat hem, laat ik daar maar eens mee beginnen, die zat hem gewoon in die reacties die ik heb gekregen op dat filmpje, op die video, met het interview met Bart van Houten, die coronapatiënt. En als je dan ziet wat sommige mensen schrijven, nou, daar valt mijn bek niet eens meer van open. En word ik niet eens meer woedend en kwaad om. Nee, want het is gewoon te schandalig voor woorden. Dat is het gewoon. Wat die gasten schrijven en wat ze beweren. En dat ze zeggen dat zo'n Bart dat fake is. En dat hij een acteur is. En dan moet die Bart van pure ellende, die man is al ziek, die moet zich ook nog gaan lopen verdedigen. En dan gaan ze zoeken op zijn Instagram-account. En dan gaan ze ook weer allerlei dingen beweren. En dat het niet waar kan zijn, en noem het maar op. En het volgende moment, dan krijg ik weer geld betaald voor dat soort filmpjes. Wat slaat dit nou toch allemaal op? Waarom zijn er gewoon mensen in Nederland? Ja, wat het vervelende is, dat die mensen hebben ook allemaal een Nederlands paspoort. Ja! En dat is nou zo afschrikwekkend. Want die mogen ook stemmen straks bij de verkiezingen. Zie je het voor je? En ik heb er vaak over gelezen dat er een behoorlijke groep mensen is die stoppen op hun 14e met nadenken. Die ontwikkelen zich niet meer. Die leren niks meer bij. Dus gevolg is, we zitten eigenlijk tegen pubers te praten dan. Ja, maar het is wel heel erg treurig. Al die ontkenners en die hele club, ja, die grijpen werkelijk alles aan om maar weer onzin te kunnen beweren. Ja, en die komen dan op het kanaal terecht. En die beginnen daar nog allemaal iedereen begint dan tegen mij: ja, maar je moet het bij voetbal houden. En waarom zit jij over corona te praten? Hé, luister eens even. Op dit kanaal kan alles komen. En dat heb ik al eens een paar keer gezegd. En ik zeg het nog een keer. Op dit kanaal kan elk onderwerp wat ons bezighoudt en wat ons beroert en wat ons ontroert en daar waar het leven over gaat, dat is het. En dat behandel ik gewoon op dit kanaal. Ja, en nou kom ik bij de trots natuurlijk. Ik was verschrikkelijk trots, want tussen treurigheid en trots, de wonder trots. Ja, de trots kwam hier. Ja, want ik was trots op jullie. Ik ben heel erg trots op jullie. De volgers. De echte volgers. Want jullie kwamen gewoon toch een beetje in opstand. En jullie lieten toch aan al die halve garen weten: jongens, hou op met die onzin. En stop daarmee. En jullie zaten hier ook gewoon te ergeren. Aan die schandalige opmerkingen. En dat maakt mij dan trots. Want dan denk ik: oh, onder mijn volgers heb ik gewoon een hele grote groep. Die zijn slim. En een hele grote groep tegelijkertijd met gezond verstand. Kijk, en daar ben ik nou trots op.